welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video. Ik ga foundations testen. Ik heb hier 3 foundations die ik 3 dagen lang ga testen. Dus elke foundation ga ik 1 dag lang testen. Ik heb de foundations. Ik heb de Maybelline Superstay Foundation Stick. Ik heb de Maybelline Fit Me Matte. En ik heb de L'Oreal True Match Foundations. Dus het zijn alle 3 hele betaalbare foundations. Ze zijn alle 3 nieuw. Ik heb ze alle 3 1 dag gebruikt en ik weet al wat ik ervan vind. Dus ben je benieuwd naar wat ik van deze 3 foundations vind? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Nou, de foundation die ik heb getest op dag 1 is de Maybelline Fit Me Matte in de kleur 128. Deze kleur is perfect. 128 is een nieuwe kleur. Deze kleur is dus echt net in de schappen. Dus mocht je een goede kleur zoeken en je hebt een beetje mijn huiskleur, dan is deze kleur perfect voor jou. Ik heb deze foundation op mijn verjaardag opgehaald. Ik heb bij alle 3 de foundations precies dezelfde make-up producten gebruikt, zodat ik goed kon zien of het goed werkte. Ik heb precies dezelfde stappen gedaan bij elke foundation. Het enige wat afwisselde was de lipkleur en de oogkleur. Ik ben dus eerst begonnen met het primen van mijn gezicht. En dat heb ik gedaan met de By Kelsha Golden Elixir. Deze, omdat deze gewoon echt een hele perfecte basis is onder bijna like elke foundation. Tot nu toe gewoon elke foundation. Deze maakt mijn huid lekker zacht, lekker egaal. En het laat de foundation lang zitten op mijn gezicht. Dus daarom vond ik deze primer het meest geschikt om onder al deze foundations te doen. Na de primer bracht ik de foundation aan. De Maybelline Fit Me Matte in de kleur 128. En ik bracht deze foundation aan met de spons van Queen Tarzi. Ik vind deze spons heel fijn en heb ook daarom elke keer deze gebruikt. Als concealer heb ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer gebruikt in de kleur 020 Light Beige. Dit is een hele mooie, volledig dekkende concealer. Deze weet ik ook. Ik vind deze super fijn, ook weer met elke foundation. Dus ik wist zeker dat als ik deze op zou doen, de concealer altijd mooi zou matchen met de foundation. Daarna heb ik mijn gezicht gecontourd, mijn wangen en bij mijn neus met de Revolution in samenwerking met Imogen paletje. Highlight To The Moon paletje. Hier zitten hele mooie contourkleuren in. En ik gebruik de middelste bruine kleur voor mijn neus. En de rechter en de donkerste bruine kleur voor bij mijn wangen. Dit paletje heb ik net nieuw. Maar sinds ik hem heb, gebruik ik hem al op mijn gezicht te contouren. En ik vind hem super fijn. Dus daarom heb ik ook deze gekozen voor deze video. Mijn gezicht heb ik gebaked met mijn W7 Banana Dreams losse poeder. Deze poeder vind ik echt geweldig. Als je al mijn video's bekijkt, zie je ook dat ik deze heel vaak gebruik. Deze is sowieso goed. Deze doet ook niks raars met foundations. Hij is gewoon, ja, altijd goed. Nou, qua ooglook heb ik voor dag 1 gekozen voor een winged eyeliner en mooie nepwimpers. Dit zijn de nepwimpers Sheba van Velvet Studio en deze vind ik heel erg mooi. Voor de rest heb ik mijn gezicht gebronsd met de MAC Give Me Sun bronzer. Dit is een van mijn fijnste bronzers. Ik denk dat dit mijn allerfijnste is zelfs. Ik vind deze zo mooi, maakt mijn gezicht altijd zo mooi bruin. Dus daarom heb ik deze gekozen. Voor blush heb ik ook gekozen voor een van mijn favoriete blushes. En dat is de Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Ik denk dat heel veel mensen wel kunnen beamen dat deze blush super super mooi is. Deze is me ook destijds aangeraden door jullie. En sinds toen ben ik hier al super blij mee en is echt een van mijn favoriete blushes. Deze is echt heel mooi. Daarna pakte ik mijn favoriete highlighter en dat is de Anastasia Beverly Hills Sun Dipped Glow Kit en dan de kleur Summer. Die bracht ik aan op mijn jukbeenderen en op mijn neus en een klein beetje op mijn voorhoofd, dat doe ik ook altijd. Dit is echt een van mijn favoriete highlighter paletjes, ik vind hem echt geweldig. En dan de lippen. Ik gebruik de MAC lipstick in de kleur Velvet Teddy. Daar overheen ben ik gegaan met nog een MAC lip gloss. En dit is de gloss van de MAC samenwerking met Patrick Star van de Floral Collection. En als laatste heb ik mijn gezicht gezet met de Gérard Cosmetics Slay All Day Setting Spray in de geur Lavendel. En dit is dan de make-up look die ik bij alle 3 de foundations ga gebruiken. Zoals ik net al zei, heb ik de foundations de hele dag opgelaten. En aan het einde van de dag heb ik ook weer even laten zien wat ik ervan vond. En dat ga ik dus nou even laten zien voor dag 1. Oké, mensen, het is nou ongeveer 7:30. Deze make-up heb ik opgedaan rond 6:00 in de ochtend. Dus ik heb mijn make-up al ruim 12:00 op. Vandaag was mijn verjaardag en ik had vandaag een verrassing. En ze hebben mij naar Fantasialand in Duitsland gebracht. Dus dat was mijn verrassing.
Fantasialand is een attractiepark. Dus het was allemaal heel heftig. Mijn haar is ook echt helemaal in de war. Want ik ben allemaal in achtbanen geweest. En het was vandaag 30 graden. Het was echt één heftige boel. Maar ik heb dus vandaag de Fit Me mat getest. En ik ben er echt heel blij mee. Hij heeft mijn gezicht echt goed mat gehouden. Deze is nou echt goed. Heel vaak bij matte foundations. Ze laten toch een beetje vet door. En na 6 uur zo komt het toch gewoon vet doorheen. Maar ik heb hem nu al ruim 12 uur op. Iets meer zelfs, zodat ik 13 uur is. En het is wel een beetje, hier is het een beetje aan het opfrommelen en hier bij mijn neus. Maar voor langer dan 12 uur, ik vind het echt heel erg goed. En voor een foundation van 10 euro, echt wauwie. En het is ook gewoon oprecht nog mat. Echt, I love it. Ik raad deze zeker aan. Ik vind hem echt, hij heeft gewoon een heel attractiepark overleefd. En hij heeft een hitte van 30 graden ook overleefd. En mensen echt, ik ga altijd in elke attractie. En het was allemaal echt heel heftig. Dus ik vind het knap. Ik had niet gedacht, ik had ze eigenlijk wel verwacht dat hij wel wat vet zou doorlaten. En mijn gezicht een beetje zou gaan shinen. Want het was echt heel erg warm. Maar I love it. Deze is zeker 10 euro waard. Nou, toen kwam dus dag 2. Hier heb ik de Maybelline Superstay Stick Foundation getest. Ook weer precies dezelfde make-up look. De By Kelsha Primer, deze foundation, Catrice Concealer, Revolution Contour. Qua ogen heb ik het echt heel naturel gehouden. Ik ben gewoon gegaan voor een beetje Yves Saint Laurent mascara. En that's it, omdat ik gewoon vandaag ging werken. En ja, ik had gewoon niet echt zin. Het was vroeg in de ochtend. En ik had niet echt zin in helemaal nep, wimpers en de hele mikmak. Voor de rest heb ik mijn gezicht gewoon weer gebronsd met de MAC bronzer. Weer die blush van Milani. En voor de lippen heb ik de Kiko Lipgloss pen gebruikt in de kleur 11. En een van mijn favoriete nieuwe glossjes, de Catrice Volume Lip Booster Gloss in de kleur 050 Sincerely Nude. Deze lipglossjes had ik al, maar deze kleur is dus nieuw. En dit is aan het einde van de dag wat ik vond van deze foundation. Oké, mensen, het is nu 6 uur. Ik heb de foundation nou al ruim rond de 10, 11 uur op. Het enige wat ik vandaag heb gedaan is, ik ben naar werk geweest en ik ben nu net weer thuis. Deze foundation is echt, nee. Kijk het hier. Hier is het echt helemaal aan het opfrommelen en lelijk. Om mijn mond heen, bij mijn kin, bij mijn voorhoofd. Hier is het gewoon echt helemaal afgegaan. Hier ook. Dat komt wel een beetje omdat ik ook een bril op had gehad onderweg. Maar dat was echt lekker een half uurtje. En het is er al meteen hier helemaal vanaf. Hier onder mijn ogen is het ook echt een bende. Hier, al echt, hier bij mijn kin. Het is er gewoon ook helemaal vanaf. Nou, met deze foundation ben ik dus oprecht een stuk minder blij. De Maybelline Superstay Foundation Stick. Nee, hij is 15 euro. En hij is een beetje demi-mat. Hij is niet fully mat, maar wel ja, een beetje mat. In ieder geval niet dewy. En nee, er zijn gewoon een aantal dingen. Ten eerste is dit niet mijn kleur. Ik heb kleur, even kijken, 25 Classic Nude. Ik had een iets donkerdere kleur moeten pakken, maar dat maakt het by the way niet slecht natuurlijk. Waar je ook echt mee moet opletten met deze is dat je snel blendt. Want ik had het vandaag helemaal aangebracht en ik had het niet meteen geblend. En toen ik het dus wilde gaan blenden, kostte dat echt een beetje moeite. En dit. Dit kan toch niet? Dit kleine beetje is het hele product. Voor 15 euro krijg je dit. Nou, ik vind dat echt. Ik heb hier de Revolution Foundation Stick die 6 euro is. Ik zal die ook even omhoog rollen. Deze is minder als de helft van de prijs. Is by the way ook beter dan deze. Nee, dit is echt heel weinig product. En dan heb je hieronder ook deze sponge die ik niet gebruik. Want deze sponges zijn echt belachelijk. Hij is ook echt veel te hard. Daar heb je echt niks aan. Dus gebruik in ieder geval gewoon je eigen spons. Dus ja, nee, ik ben er gewoon niet tevreden mee. Hij ligt niet mooi op de huid. De textuur is niet mooi. Het haalt ook gewoon alle textuur die ik heb op mijn huid naar boven. Waardoor je die nog beter ziet. Dus ik heb gewoon totaal geen egale huid gehad. Mijn vriendin op werk vroeg vandaag ook nog van wat voor foundation ik op had. Want zij vond hem ook niet mooi. Het viel haar gewoon meteen op. Dus helaas is deze voor mij echt een pass. En dan als laatste heb ik getest op dag 3 de L'Oreal True Match Foundation in de kleur 4D/4B. Ook weer hier weer precies hetzelfde verhaal. Weer die primer, die poeder, die contour, die bronzer, die blush, alles weer hetzelfde. Dit keer heb ik voor mijn ogen een beetje eyeliner gedaan met de Revolution Renaissance Eyeliner Pen. En ik heb nep wimpers opgedaan. Deze zijn van Estra Kantekeer. Ik kan die achternaam niet uitspreken. En deze heette
Eliza. En dit is aan het einde van de dag wat ik vond van die foundation. Oké, nou dit was dan de derde foundation. Dus dag 3, de allerlaatste dag. En wat vind ik van de L'Oreal True Match foundation? Ik vind hem echt toppie. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ten eerste, toen ik hem aanbracht, ik had, wat ik heel vaak doe, is dat ik niet echt lees wat er op het flesje staat. Of reviews of wat dan ook. Want ik wil altijd eerst alles ontdekken. En dan pas kijken of het er ook echt op staat. Zodat ik kan zien hoe ik erover denk en of het dan echt is. Toen ik het opdeed, het eerste wat me opviel was dat het super makkelijk blendde. Echt extreem makkelijk. Dat gebeurt bijna nooit bij foundations. Ik pakte foundation, ik bracht het aan hier op mijn wang. Normaal is dan 1 pomp per wang en dan nog 1 pomp voor voorhoofd, neus en kin. Nou, ik pakte 1 pomp en alles verspreidde echt zo snel. Ik dacht, ik ga gewoon meteen door op de rest van mijn gezicht met maar 1 pomp. Dus dat ging echt super makkelijk. De kleur 4D/4W Golden Natural is de perfecte kleur voor mij. Hij matcht gewoon heel erg mooi. Wat ook een beetje apart was, is dat in het flesje, als je hem zo ziet en ook als je hem zo aanbrengt op je hand, lijkt het alsof er van die gouden glitters doorheen zitten. Ik weet niet of jullie het echt goed kunt zien op camera, maar in het echt kun je heel goed zien dat er allemaal zo goud doorheen zit. Maar echt letterlijk goud. Echte kleur goud in glitters. Dus ik dacht, oh, dat komt dan misschien op mijn gezicht. En dan is dat een leuke glitter glow of zoiets. Maar dat was echt totaal niet. Als je het op je gezicht aanbrengt, is het gewoon normale huidskleur. Niks goud, geen glitter, geen glow, helemaal niks. En even later zag ik dus dat er letterlijk hier op het flesje en op de achterkant staat super blendable foundation. Nou, dat was dus ook al echt wat ik meteen dacht. En het heeft een natural finish. En op mij was het echt een hele natuurlijke finish. Niet mat, niet dewy, gewoon echt skin-like. Het paste zich echt aan mijn huid. En het was gewoon heel mooi en naturel. Ik vind het echt super mooi. Het bedekt wel gewoon. Maar het is niet echt een volledige dekking of helemaal mat of iets in die richting. Het is gewoon echt heel erg naturel. En ik vind hem echt heel erg mooi. Alle claims die op het flesje staan zijn ook gewoon echt zo. Hij blendt gewoon helemaal mooi in met de textuur van je huid. En al die dingen. Er zit 30 milliliter in. Dat is ook gewoon een good amount. Dat is gewoon echt voldoende. Dat is normaal voor een foundation. En deze foundation is rond de 15 euro. Volgens mij iets van 16 euro of zo. Dus het is echt heel erg betaalbaar voor hoeveel je krijgt en hoe goed ik deze vind. Deze foundation bestaat al wel een tijd. Ik had er ook een aantal reclames destijds over gezien. En dan praat ik echt over een jaar terug of zo. Ik heb het nooit aangeschaft, maar vandaag wel. En echt, het was echt een van de beste beslissingen van mijn leven gewoon. Het is echt een goede foundation gewoon voor alledaags. Dus ik vind hem echt super super fijn. Nou, dat waren dan de alle drie de foundations. Ik vind er 2 vind ik er fijn, eentje niet. Deze stick was gewoon niet wat ik van had verwacht. Ik vind de prijs niet waard. Hij is niet mooi op de huid. Het is gewoon 1 grote zooi. Deze is geweldig en deze is ook echt heel fijn voor de matte huid. Ondanks dat mijn huid een beetje richting droog is, vond ik de Fit Me Matte heel erg mooi op de huid zitten. En het belangrijkste is dat hij gewoon echt lang bleef zitten. Deze twee hebben zeker gewonnen en deze helaas niet. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was de eerste keer dat ik 3 dagen heb gedaan over 1 video. Maar ik vond het wel gewoon leuk om gewoon in 1 video gelijk 3 betaalbare foundations te laten zien. En alle 3 zijn ze te koop bij de Ethos. Tenminste, ik heb ze alle 3 gekocht bij de Ethos. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doeg!